Ik merk dat ik het vaak nog ongemakkelijk vind om tegen een camera te praten. Vooral als ik in een publieke situatie ben waar mensen om me heen zijn. Ik ben bang namelijk dat mensen iets van me vinden en daardoor ga ik een stukje ingetogener praten. Nou, dat kunnen we natuurlijk niet hebben. Ik vind het nergens op slaan dat ik me tegen laat houden door wat mensen van me vinden. En ik vind het heel belangrijk om mijn angsten aan te gaan, dus ga ik dat nu maar even doen. Je hebt daar zo een vol terras. En nu ga ik op dat terras staan en dan ga ik een keiharde vreugdekreet laten horen. Ik vind het echt super spannend. Ik ben net al een paar rondjes gaan lopen om dit uit te stellen. Maar ik ga het gewoon doen. Oké, okay, let's go. Parapapara. Spannend. Oké, okay, let's go. Hi. Oké, okay, hier heb je dus een vol terras. En dan moet ik er ook gewoon aan geloven, ook volgens mij. Super ongemakkelijk. Nou, dat ging eigenlijk best goed. Ik leef nog, die mensen die leven ook nog. Nice. Ah man, ik sta nog gewoon helemaal te trillen op mijn benen ervan. En het grappige is, niemand boeide het iets. Iedereen keek gewoon van, oh ja, oké, okay, wat is dit? Maar zelf voelt het als zo'n overwinning, dus yeah, oké, okay, super vet. Het grappige is dat het dus helemaal niet uitmaakt wat mensen ervan vinden. Dus ik ga dit gewoon dadelijk nog een paar keer proberen. En bij nog een paar terrassen even een vreugdekreet laten horen. Mocht je nog een leuke uitdaging voor me weten, waarbij ik mijn angsten aan kan gaan, laat het me weten. En de bedoeling is wel dat het iets positiefs is waar mensen ook blij van kunnen worden. Dus yo, later.